Welkom bij Rondje Spoorzone. In deze aflevering praten we je bij over de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. Afgelopen weekend reden er geen treinen en waren er wat korte afsluitingen op de Klinkenbergenweg, omdat er heel veel moest gebeuren. Ondanks de stromende regen nemen we je toch even mee om een kijkje te nemen op de bouwplaats. Ik sta hier met Sander van Rijn en hij is de bouwmanager van het nieuwe station van Ede-Wageningen vanuit ProRail. En ik ga hem een aantal dingen vragen. Kun je als eerste vertellen wat ze nu aan het doen zijn? Ja, dit weekend hebben we een treinvrije periode. Dat betekent dat er geen treinverkeer is op dit moment. En dat doen we om kolommen en balken in te hijsen. Die gaan over het spoor heen en dat is voor de pronkkap. Er komt hier een pronkkap, best wel een stevige jongen van 50 bij 200 meter. En daar zijn we nu mee aan het werk. En kun je ook uitleggen, want je zei er rijden geen treinen. En kun je ook uitleggen waarom er dan soms wat afsluitingen waren op de Klinkenbergenweg? Ja, die kolommen die je hier achter ziet, die draaien ook soms over de Klinkenbergenweg heen. Op dat soort momenten is het niet mogelijk om met de auto onderdoor te rijden. Dus dan sluiten we hem af. En komt de kap er in één keer op of gaat dat in delen of hoe werkt dat? Nee, je gaat in delen. Hè. We bouwen hem nu voor de kapdelen. Dus in 4 weekenden, 4 treinvrije periodes, dan bouwen we die kap op zijn huidige plaats. Op zijn plaats waar die komt, zeg maar. Nou, we staan hier onder één van de bouwdelen, van de overkapping. Kun je vertellen hoeveel bouwdelen het zijn? De kap bestaat uit 23 delen. Dus 23 driehoeken van 27 bij 27 bij 27 meter. En ze staan hier nu helemaal voorgebouwd. Maar wat moet er nog gebeuren voordat ze uiteindelijk erop kunnen? Ja, het hout is klaar nu. Hè. We zijn met de afwerking bezig. Dus de zinklaag komt er nog omheen. En daarnaast moeten we nog installatiewerkzaamheden gaan uitvoeren. En waarom doe je dat nu van tevoren in plaats van dat je dat doet als hij erop zit? Ja. Het plaatsen van de kap moet weer in een treinvrije periode. Dus dat betekent dat we die periode zo kort mogelijk willen houden. Dus zo min mogelijk overlast voor omwonenden en reizigers. En dat we de kap compleet in één keer op zijn plek kunnen hijsen. Nou, we zijn hier weer op een ander stuk van het bouwterrein. Kun je vertellen wat hier gaat komen? Ja, hier is de langzaam verkeersbrug in aanbouw. Je ziet de middenpijler en de beide landhoofden. En dat wordt de verbinding straks vanaf het NK-terrein naar het noordelijke gedeelte van Ede. En wie mogen er over deze brug? Dat zijn fietsers en voetgangers. Dus geen autoverkeer. Fietsers en voetgangers mogen daar gebruik van maken. En er heeft iets van vertraging gezeten op de bouw van deze brug. Kun je uitleggen waarom? Ja, dat klopt. We hebben hier onverwachte zandhagel is aangetroffen. En dat maakte dat het bouwterrein niet beschikbaar was voor een bepaalde periode. Het beestje moet afgevangen worden, verplaatst worden. En nadat dat gebeurd was, konden we verder met bouwen. Dus dat heeft wat vertraging opgeleverd. En wanneer kunnen mensen gebruik maken van deze brug? Ja, we gaan half mei gaan we de dek erop leggen. En dan moeten we nog een afbouw ervaring aanbrengen. En dan ongeveer in de zomer dan is die gereed voor wordt die opengesteld voor fietsers en voetgangers. Nou, dankjewel voor de uitleg en succes verder met de werkzaamheden dit weekend. Dit was hem weer. Heb je een vraag voor ons? Laat hem achter in de comments. Wil je nou meer weten over de bouw van het nieuwe station? Kijk dan op de website. Of download de Spoorzone-app in je App Store. Hopelijk de volgende keer iets minder regen. Tot dan!